bananen, zoals wij ze noemen, heten in Suriname bakoven. Maar dat is dan ook het enige verschil. De verbouw van deze vrucht is onder het eerste 10-jaren-plan dat in 1955 in werking trad, op grote schaal aangepakt en heeft inmiddels zijn levensvatbaarheid bewezen. In verschillende districten van Suriname zijn honderden hectaren beplant. En de arealen, die vaak door landaanwinning verkregen werden, leveren 30 ton bakoven per hectare op. Op het Yarikawa-project in het Saramaka-district, waar deze opnamen werden gemaakt, worden de bossen, die 20 tot 25 kilo wegen, nog door mankracht naar de kabelbaan gedragen. Maar van dat ogenblik af is het transport geheel gemechaniseerd. Het is een vorm van industrialisatie op agrarisch terrein die in de plannen voor de verdere ontwikkeling van Suriname veel aandacht krijgt. Aan de rand van de plantage staat een grote verpakkingsloods waar elke bos bakoven voor de verzending gewogen wordt en nauwlettend op kwaliteit gecontroleerd. De van de bossen gesneden kammen worden in grote bakken gewassen. Aan het water is een chemisch middel toegevoegd ter bestrijding van schimmels. Vrouwen en mannen uit alle bevolkingsgroepen van Suriname zijn ingeschakeld bij de verschillende activiteiten in deze efficiënt werkende agrarische industrie. In de laatste maanden van 1967 kon de miljoenste doos bakoven naar het buitenland verzonden worden. En daarvoor wordt dan toch weer het woord bananen gebezigd. Bij vrachtwagenladingen tegelijk verlaten de verpakte vruchten de plantage Yarikawa op weg naar Paramaribo, waar de schepen aanleggen bij een speciaal voor de bakovenexport bestemde steiger die met financiële steun van het EEG Ontwikkelingsfonds gebouwd kon worden.